maandag 18 maart en ik ben op weg naar Soestdijk voor een wandeling en dit is de A1. Dat is het knooppunt A1 met de A27 en ik kom hier langs de Witte Bergen. Ik ga hier zo meteen af naar Baren. Vanaf de afrit van de A1 naar Baren zijn het ongeveer, denk ik, nog 4 kilometer naar Soestdijk. En hier aan de rechterkant is Soestdijk, daar in de bossen. En ik ga aan de andere kant naar de parkeerplaats. Daar. Dat is tegenover van Soestdijk. Daarachter ligt Soest. Dit is een heel druk kruispunt, precies tegenover van Soestdijk. En dit is de parkeerplaats waar je auto neer kunt zetten. En ik ga nu, het is bijna 2:30. En ik ga hier mijn wandeling beginnen. Deze wandeling die heb ik al een aantal keren gedaan, maar ik heb nooit gekeken hoe ver dat ik liep. 10 kilometer misschien. Hooguit, zoiets. Langer zeker niet. Hier zie je nog het fietsroutenetwerk. En hier aan deze kant nog één keer een blik op Paleis Soestdijk. En aan de andere kant, waar ik nu loop, gaat het naar de Naald. Daar loop ik een stuk naartoe nu. Voordat je bij de Naald komt, gaan we linksaf het Sterrenbos in. Hier. Ik laat je nog even het stukje zien. Achter Paleis Soestdijk zie je daar in de verte. Dus we gaan nu over dit bruggetje het Sterrenbos in. Richting restaurant De Generaal. En De Generaal is vroeger een privéstation van de koninklijke familie geweest. Want in Baren is een tamelijk groot station. Ja, inmiddels ben ik bij het Sterrenbos aangekomen. En stel dat je niet lang wilt of kunt lopen, kun je ook je auto neerzetten bij Soestdijk. En dan ga je gewoon in het Sterrenbos hier lopen. Daar kun je ook een uur mee bezig zijn. En als je koffie wil drinken, daarachter, is de achterkant van het station van de koninklijke familie, nu De Generaal, een restaurant. Je kunt in de zomer lekker buiten zitten, een koffie drinken. En ik ga hier ga ik het Sterrenbos verlaten, de straat oversteken en dan de straat in waar Marijke Helwegen woont. Dat laat ik je. Ik laat je niet het huis zien, want dat zal ze niet leuk vinden. Maar waarvan ken ik haar? Zij heeft jaren geleden in Rotterdam, in Ahoy, mijn derde boek gepresenteerd, wat ik toen geschreven heb. En dat boek gaat over uitstraling. Laat van buiten zien hoe je van binnen bent. Aansluitend heb ik met haar een aantal presentaties gegeven, dus vandaar. Vanaf de Prinses Irenelaan langs het spoor van Baren in richting, ja, dat is Hilversum. Ja, Hilversum is dat. Hier loopt ook een lange afstandspad. En ik laat je even de paddenstoel zien. En dit is de straat die ik net gekomen ben. Dat is, die kant is Hilversum. En dan gaat het hier naar Soestdijk en Soest.
En die straat moet je oversteken of onderdoor gaan, tunneltje. En wij zijn nog steeds langs het spoor. Ik ga onderdoor. En dan blijf ik voorlopig langs het spoor lopen. En als het van richting verandert, dan maak ik weer een videootje. Ja. Ik loop dus nog steeds langs het spoor. En stel dat je niet de hele wandeling wilt maken, maar een afkorting, dan zou je via deze brug naar de andere kant kunnen gaan, naar Kasteel Groeneveld. En daar kun je ook koffie drinken. Ja, ik heb... Even kijken hoe je dat ook allemaal ziet. Want ik gebruik een mini-actioncamera. En daar is de monitor van deze camera is zo piepklein dat ik, nou ongeveer zo groot als mijn duimnagel, zodat ik amper zie, ik kan op de monitor dus amper zien wat ik zie. Nou ja, waarschijnlijk kun je hem zo zien. Dus als je daar overheen gaat, ben je in 0, niks, ben je in Groeneveld. Nou, dat ga ik dus vandaag niet doen. Ik ga vandaag richting Lage Vuurse straks. Dus gewoon recht door, nog steeds. Ik liep nog steeds langs het spoor. Dat gaat hier verder recht door. Kun je ook nog lopen. Maar ik kies nu de linkerweg. En dat gaat zo meteen in richting het bosbad. Zo. Moet ik even zelf kijken waar ik hier ben. Want dat weet ik even ook niet. Daar is het spoor. Volgens mij heb ik een afrit gemist. Oké, ik loop even deze kant op. Ja, ik liep iets anders dan wat ik gewend was. Maar ik ben dan toch wel goed uitgekomen. Namelijk bij het bosbad. Wat is dit? En nu ga ik even denken deze kant op. Zo, ik heb het weer gevonden waar ik moest zijn. Je ziet maar één verkeerde afrit. En je bent meteen in een ander decor. Dus daar ben ik vandaan gekomen, van het bosbad. En als je hier kijkt, dan zie je dat daar in de verte die brug is over het spoor. En daar had ik al links afgemoeten. Ben ik rechtdoor gegaan, achter, en dan ben ik naar het bosbad en van het bosbad weer terug. Nou, daar had ik al hier naartoe moeten gaan. En waar ik uiteindelijk heen wil, dat is die kant. En dat is richting Lage Vuurse. Zo, ik zit weer helemaal goed. Daar ben ik dus vandaan gekomen. Ik ben nu hier. Ik weet even niet hoe die straat heet. Maar van hier gaat het naar Hilversum. 7 kilometer. Lage Vuurse, 4 kilometer. En Soestdijk, 2 kilometer. Die komt precies uit de boven waar ik mijn auto geparkeerd heb. Weet je, bij Soestdijk aan de linkerkant. En ik laat je nog even dat bord zien als je die wandeling een keer doet. Dat je weet waar we zijn. Dat is het bosbad waar ik het net over had. En van hier kun je ook naar Kasteel Groeneveld. Wat ik doe is, ik ga hier naar de andere kant. In richting campingplaats De Zeven Linden. Maar die campingplaats, die laat ik liggen. Daar ga ik dus niet op. Ik ga links langs de camping. En als je daar verder kijkt, als je van het bospad was gekomen, dan had je daar over kunnen steken naar de Lage Vuurse. Zo, ik kies er nog voor om
even nog een kilometertje of zo rechtdoor te gaan. Maar op een gegeven moment moet je links, of wil ik links. Want ik wil weer terug naar Soestdijk. Als je hier rechtdoor gaat, of je rechts houdt, kom je naar Lage Vuurse. Maar daar wil ik vandaag niet heen. Dus het moet op een gegeven moment, ga ik links. Ik loop even een stukje rechtdoor. En dan ergens links, weet ik nog niet waar. Maar als je in dit bos bent, kun je eigenlijk alle kanten op. Ik wil nog even iets vertellen over het weer. Want ik kom net uit het Sauerland. Ik had een paar opdrachten in Zuid-Limburg en in Brabant op de terugweg hier naartoe. En in het Sauerland was er nog heel veel sneeuw. Ontzettend veel nog. Maar dat is inmiddels ook weg. En ik ben eigenlijk weggegaan. Sauerland uit. Heel veel regen. En ik was één dag even in Laren thuis. Moest ik alweer verder. En nu ben ik ook weer één dag in Laren. Maar ik denk, ik moet even iets aan mijn conditie doen. Dus ik ga even lopen. Want morgen moet ik alweer naar Zeeland. Nee, dat is niet waar. Naar Zeeuws-Vlaanderen moet ik. En als ik dan terugkom, ga ik weer verder naar Gelderland. En ik heb jammer genoeg geen tijd om daar te wandelen. Jammer. Maar ik moet weer verder naar mijn volgende werkplaats. Maar zodra ik ergens tijd heb om te wandelen, ga ik dat natuurlijk doen. Zo, ik ga me weer melden als ik naar links ga. En dan denk ik dat ik zo'n beetje langs de tuin van Paleis Soestdijk, dat ik dan weer terugkom naar de parkeerplaats. Oké, tot straks. Zo, ik ben inmiddels wat verder en hier ben ik vandaan gekomen. En dan kom je op dit kruispunt. En ik zie dat het 3:30 is, dus ik ben een uur aan het wandelen. En je kunt uiteraard hier nog verder gaan. Dan kun je daarachter nog beslissen, je gaat rechts naar Lage Vuurse of je gaat links terug naar Soestdijk. En nou, ik kies dus deze mooie laan. Zie je? Gewoon omdat het leuk is. En hier ga ik nu in. En dan denk ik dat ik zo meteen bij het hek van Paleis Soestdijk, langs het hek van Paleis Soestdijk, weer terugkom richting Soestdijk. Ja, en daar ben ik. Via deze mooie beukenlaan kom je precies uit op het hek rond Paleis Soestdijk. Zie je? En hoe je nu hier loopt, of je direct langs dat hek loopt, of dat je een van deze paden hier kiest, maakt eigenlijk weinig uit. Als je precies daaruit wil komen waar de auto staat, ja, dan moet je een beetje langs het hek gaan. Was je iets verder gegaan, wat ik je net liet zien, dan was je hier uitgekomen. Dus het maakt eigenlijk niet uit hoe groot je die wandeling maakt. Ik loop dus niet exact langs het hek. Ik neem deze weg en hou me een beetje recht. Prachtig. Laat je het nog even zien hoe mooi dat het hier is. Dit is mijn weg. Dus daar kwam ik vandaan. En hier is het hek, zie je? En als je langs het hek was gegaan, dan was je daar vandaan gekomen. Kan dus ook. En nu is het niet meer ver. Nu blijf ik ook het hek volgen. Ja, 1/2 kilometer, dan ben ik al op de straat. En daar steek ik over nog een keer naar het Sterrenbos. Zo, ik ben er bijna. En wat is dit? Dat is een
scoutinggroep. En ik dacht dat je dit kon huren. Ja. En deze gebouwen die je hier ziet, daar woonden blijkbaar medewerkers van het paleis. Ik denk bewaking, marechaussee en zo. Dus die hebben hier gewoond. Daar achter het gebouw, dat lijkt een beetje op een kazerne. En daar, zeg maar 100, 150 meter verder, kom je op de straat van Hilversum naar Soestdijk, Soest. En daar ga ik oversteken. Nog een keer het Sterrenbos in. Daar zie je, dat klopt. Het waren de gebouwen van de Koninklijke Marechaussee Brigade Utrecht. En dat zijn de... Zo. En als ik nu heel snel bij de auto wil zijn, dan ga ik hier rechts. En 200 meter ben ik bij de parkeerplaats. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga oversteken hier. Aan de andere kant weer het Sterrenbos in. Ik hou me rechts en dan loop ik niet langs de straat. Zo, ik ben er weer. Weet je nog? Hier ben ik begonnen. Daar is de parkeerplaats. Soestdijk ligt daar. En vanaf Soestdijk liep ik dit pad in richting de Naald. En dan ging ik het Sterrenbos in. En hier kom ik het Sterrenbos weer uit. Dat was het. Dit was mijn eerste wandelvlog op mijn nieuwe en vierde YouTube-kanaal. Het was niet alleen mijn eerste wandelvlog. Ik heb ook voor het eerst een nieuwe camera gebruikt. Een actioncamera. Een heel kleine camera die je zo in je hand kunt verstoppen eigenlijk. En als je het leuk vindt, geef me een duim omhoog. Ga op dit YouTube kanaal abonneren. Ik zou het heel fijn vinden. En als je wilt weten wat ik anders nog voor YouTube kanalen heb, ga dan op www.peptalk.nl. En daar zie je ook de andere kanalen. Oké, beste mensen, tot ziens, tot de volgende keer. Dag!